Twee jaar na het verschijnen van het eerste deel komt Wil Kuipers nu met het tweede en laatste deel van een tweeluik over de dieselmotoren van Stork. Een boek vol met bijzondere foto's, opengewerkte tekeningen en prachtige anekdotes. Hiermee maakte hij de imposante motoren van Stork toegankelijk voor iedereen. Wil, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, als je alleen al zo'n persbericht leest, dan zie je eigenlijk al een film ontvouwen. Dan zit ik al op de bank kijken naar Netflix over een serie over die motoren. Heb je je rechten al verkocht? Nee, ben ik helemaal niet mee bezig geweest. Op geen enkele manier. Ik kwam historisch materiaal tegen, ik kwam mooi materiaal tegen. Ik ben erin gedoken, ik ben er verslaafd aan geraakt en ik heb een boek geschreven. En dat vind ik gewoon mooi. Je bent verslaafd geraakt aan de motoren van Stork? Aan het, wat daar binnen gebeurt. Hoe het werkt, hoe het in elkaar steekt. En hoe vooral ook hoe de mensen daarmee bezig zijn geweest. Zowel bedrijfsmatig als technisch. Dat ongelooflijk boeiend. Ongelooflijk boeiend. Wat maakt het? Want je hebt eigenlijk twee componenten. De technische component van die motoren. Maar misschien ook wel een beetje het menselijke verhaal achter Stork. En achter de mensen die er werkten. En misschien te beginnen bij dat technische. Wat is er zo bijzonder aan dan? Het was een behoorlijke unieke motor voor de motorliefhebbers. Het is een tweetakte motor. En een tweetaktmotor met langspoeling, dat wil dus. De techniek begint al te spreken. En dat betekent dus dat er van de ene kant de lucht ingaat en die gaat aan de andere kant, gaat die er weer uit door vier kleppen in dit geval. En dat was in 1954, toen deze motor ontwikkeld is, was dat uniek. Het was de enige motor die op die manier, grote scheepsdieselmotor, die op die manier werkte. En waar werd dat voor gemaakt? Deze motoren werden voor schepen gemaakt. Voor de scheepvaart? Voor de scheepvaart, ja. Ja, ja. De grote tankers, de grote vrachtschepen die over de wereld zijn voeren. Kijk, in Hengelo motor, allemaal? Wat zeg je? In Hengelo allemaal? Hiervan zijn er pakweg 190 hiervan zijn in Hengelo gebouwd. Je had in Europa had je een zevental fabrieken. Mm-hmm. Machinefabrieken, Sulzerman, Boermeister en Ween, Goethewerken, die dit soort motoren bouwden. Ja. Wat is het? Want het heeft ook een heel menselijk aspect. Stork is natuurlijk een enorme banenmotor geweest in Hengelo. Wat fascineert je daarin? Nou, dat is de strijd om het bestaan. Die dieselmotoren, dat is een beperkte markt. Die hele grote dieselmotoren. Ik heb al net genoemd 7 grote spelers, mm-hmm, op die markt. En dan krijg je het moment waarop bouw je genoeg dieselmotoren om te kunnen bestaan. Zo'n motor kost iets van 3 miljoen euro, zeg maar. En die moet verkocht worden, die moet draaien. En op een gegeven moment stort de hele scheepsbouwmarkt in. In 62 bijvoorbeeld, nee, in 62. Ze verkopen maar 3 van die motoren. Dat betekent dus gewoon dat dat voor geen meter uit kan. Dat kan gewoon niet. En dan zie je dat weer opkrabbelen. Dan zie je de strijd van de kooplieden bij Stork tegen de techneuten bij Stork van: jongens, wij hebben een pracht van de motor, we hebben de mooiste motor, we hebben de beste motor. Zorg dat je hem verkoopt. En omgekeerd, jullie hebben wel de mooiste motor en de beste motor, maar ook de duurste motor. Ja, ja, zorg, ja, maar dat je er wat aan doet. Nou, een interne strijd in het bedrijf. Dat gevecht, ja. Gevecht om en dan op de wereldmarkt die markt te veroveren in een markt die beschermend was. Frankrijk had zijn eigen bedrijven, Duitsland had zijn eigen bedrijven, Engeland vooral had zijn eigen bedrijven. En hoe kom je er binnen? Want aan Nederland heb je niet genoeg. Je moet de grens over. Toch is het ze gelukt, hè, om internationaal behoorlijk te opereren. Van 1930 tot en met 1969 is dat gelukt. Ja. Dit tweede deel, volgt dit nou chronologisch op deel 1? Of bespreekt het andere thematiek? Nee, deel 1 gaat echt over de start van het bedrijf in 1930. In de tijd van de grote recessie. En dan beginnen die rare mensen bij Stork beginnen bij zo'n grote scheepsdieselmotor, want ze verkopen geen suikerfabrieken meer. En dan denk je van, dat is belachelijk dat ze daarmee beginnen. En dat is voor mij de start geweest om erin te duiken. Ja, ja. Want waarom begin je met zoiets, zo'n groot risico in een volledig kapotte markt? En dan gaat dat door tot 1945, dat is deel 1. Ik had eerst 1 boek willen schrijven, maar dat werd een pil van 600-700 bladzijden. Dat zag ik niet zitten. Dus ik heb toen op dat moment ook gezegd van, ik splits het in 2 jaar tot 1945. En dat is ook wel een mooie kanteling, want voor 1945 is het een motor die afgeleid is van een AEG Hesselman motor. En in 1945, dan heeft Twente
zijn eigen grote scheepsdieselmotor met zijn eigen model en uniek. Echt helemaal stork. Echt helemaal stork. Ja, nou, we hebben het al de hele tijd over motoren. Misschien om een klein beeld bij te krijgen. Die waren gigantisch. We hebben een aantal platen uit het boek. Ja. Misschien kun je ons uitleggen wat we zien. Dit is in Brazilië, Jaguacanga. Dat ligt 150 kilometer van Rio de Janeiro ongeveer. Daar is een grote scheepswerf. Er was vroeger een Verolme scheepswerf. Het was een Nederlandse scheepswerf. Een Verolme scheepswerf? Ja. Dus de Verolme was een van de eerste mensen die bij Stork aan de dieselmotor werkte. En die is in 1946, 1947 daar vertrokken. En is toen zijn eigen bedrijf begonnen, Verolme scheepswerven. En dat is een begrip in Nederland tot 1974, 1976. En hebben we de Rijnschelde Verolme. En dit hele staat, ding wat we hier zien is één motor? Dit is één motor, ja. Hoe hoog is dit? Waar moeten we aan denken? Dit is drie verdiepingen gebouw. Dus sorry? Drie verdiepingen? Een gebouw van drie verdiepingen. Dit is 11 meter. Dus ja, als je daar beneden, je ziet die balustrades daar. Daar moest je over om bij de verschillende niveaus van de motor te komen. Het grote wiel wat je erachter ziet, dat is een halsetkoppeling. Ja. Die heeft een doorsnede van 2 meter. En dit zat in een schip? Dit zit in een schip, ja. De normale, alle dieselmotoren schepen op de grote vaart, die hadden motoren van dit formaat aan boord. Zijn dit soort motoren nog steeds actief in schepen als je, nu? Deze motor die had iets van wat was het, 7000 pk per cilinder, 7000 pk. Ja. Tegenwoordig zit ze over de 100.000 pk. En dat betekent dus dat je dan een motor hebt die nog 2 keer groter, 3 keer groter is als dit. Wow. Waardoor de nieuwe technieken veel meer vermogen levert. Ja, wow. We zijn er nog steeds. Ja. Als je de grootste containerschepen van Maersk hebt, er net weer eentje afgeleverd. Ja. Je zou denken dat die cruiseschepen speedboten kunnen worden met zo'n ding bijna. Maar cruiseschepen zitten totaal anders in elkaar. Ah, nou, dit is echt voor vrachtschepen. Wil, in je boek schrijf je ook over de fusie tussen Stork en Werkspoor uit Amsterdam. En dat was in de jaren 50. Is er ook een clash gekomen tussen? Wij hebben natuurlijk, we weten als Twentenaren heel goed dat als we in het Westen komen, dat de mensen daar een andere mentaliteit hebben. Ik kan me voorstellen dat het toen ook al zo was. Je leest het voortdurend, je hoort het voortdurend. Het gevoel van Werkspoor, mensen uit het Westen, mm-hmm. die het wisten. En de werkers, de stille. Eigenlijk mag je wel een beetje stille werkers uit het oosten van het land die. Ja, prachtige motoren leverde. Dat was een. Ik heb eigenlijk niet in. Dus later is het allemaal totaal veranderd. Maar vooral in de beginperiode waren het gewoon twee bedrijven waarvan de top samenwerkte. En waar onder de top nauwelijks werd samengewerkt. En je ziet pas in 1960. Dan beginnen langzamerhand begint de kennis van de een en de kennis van de ander. Ook weer op dat hogere niveau van ingenieurs en dergelijke bij elkaar te komen. Dan zie je ook dat ze. Dat ze van elkaar leren. Ja. Dus het werkt wel, maar het heeft heel lang geduurd. Het heeft even geduurd voordat het was dus een monster. Een geoliede machine werd, zeg maar. Ik weet nooit of het een echte geoliede machine is geworden, maar het heeft wel gewerkt. En het is natuurlijk ook een fabuleus groot bedrijf geweest met 20.000, 30.000 personeelsleden. Ja, in 1969 stopte dat uiteindelijk, hè? Die in ieder geval de dieselmotoren. Deze grote motoren. Was dat ook het einde van Stork? Nee. In 1969 stopte Stork met de ontwikkeling van deze grote scheepsdieselmotoren. Mm-hmm. Maar de kleinere motoren, die ze ondertussen in Zwolle bouwden, want die bouwden ze eerst in Hengelo, maar omdat er geen personeel genoeg was, zijn ze ook buiten de poort gaan kijken en ze werden in Zwolle ook dieselmotoren gebouwd. En die combinatie van Zwolle en Werkspoor was eigenlijk, dat was Stork Werkspoor Diesels, is nog tot 1989 doorgegaan. Kijk, nog tot 1989. Je gaat het boek presenteren, ik geloof deze week, hè? Het is vanmorgen is het bij Museum OIFO. Is het vanmorgen? Nog net heim. Heet nog net heim. Is er nog zo'n gigantische motor aan te pas gekomen, of niet? Dat zou wel heel erg mooi zijn geweest, maar we hebben hem nooit naar Nederland kunnen krijgen. Oh, dat is lastig, ja. Ja. Maar we zijn er nog wel mee bezig, maar dan in 3D. In 3D, een print? Nou, maar ook met 3D-bril, dat je erin kunt kijken. Oh, okay. Straks door kunt lopen enzovoort. Daar zijn we op dit moment. Fantastisch, dus dat komt er nog aan. Je bent er nog niet helemaal klaar mee? Nee, nog lang niet. Waar kunnen we het boek krijgen? Krijgen, ja. Voor een centje of twee. Ja, nou, dat is alleen maar bij mij. Anders zou het veel te duur worden. Dus dat is wil@kuipersbolle.nl. Wil@kuipersbolle.nl. Ja.
Wil, dank je wel. Oké. Okay. Maar voor je mooie verhalen.